Hugo is het advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden beschouwt het uitloven van een beloning als een kans om bruikbare informatie over de voortvluchtige Daisy Bouterse te krijgen. Hij wijst erop dat in andere landen het uitloven van een beloning voor bruikbare informatie vaak tot goede resultaten heeft geleid. Hij hoopt dat het Openbaar Ministerie een beloning uitlooft voor degene die bruikbare tips heeft. Onze wet verbiedt dat niet, dus het mag. En ik hoop dat het OM dat ook zal doen. Het feit dat Bouterse nog steeds voortvluchtig is, is volgens SZ geen goed signaal. Het impliceert naar zijn oordeel dat de rechtsstaat niet volledig haar werk heeft gedaan. Dat is een smet op de rechtsstaat. SZ had eerder samen met anderen een open brief geschreven naar de procureur-generaal en president Chandrika Prasad Santokhi over de opsporing van de veroordeelde Bouterse en zijn voortvluchtige kompanen. In de brief werd aandachtig gevraagd voor de uitvoering van de vonnissen. SZ ontving een reactie van de procureur-generaal. Hij heeft ook een kopie ontvangen van een brief die de procureur-generaal naar de president heeft gestuurd. In de brief naar de president is de procureur-generaal ingegaan op de stand van zaken over de opsporing. Er wordt vermeld dat de politie geen tips uit de samenleving ontvangt. Na het schrijven heeft SZ niets meer van de procureur-generaal vernomen. Hij benadrukt dat er geen juridische middelen zijn om af te dwingen dat de Surinaamse autoriteiten overgaan tot de arrestatie van Bouterse. Er bestaat geen mogelijkheid om naar de rechter te stappen en te vragen dat de staat veroordeeld wordt om Bouterse gevangen te nemen. We kunnen maatschappelijke druk uitoefenen om constant aandacht te vragen. SZ denkt dat grote delen van de samenleving met hem eens zijn dat het OM en de veiligheidsdiensten alle moeite moeten doen om tot de aanhouding van Bouterse te komen. We verwachten dat het OM ons regelmatig op de hoogte houdt van de inspanningen en vorderingen. De advocaat verwacht ook dat de veiligheidsdiensten actief informatie in het veld verzamelen.